CDA. 5. Rosmalensbelang. 5. SP. 3. D66. 5. D66 heeft de gemeenteraadsverkiezingen van 's-Hertogenbosch gewonnen. Woensdagavond werd tijdens een zinderende uitslagenavond, waarbij het een nek-aan-nek race was tussen verschillende partijen, het goede nieuws medegedeeld. Jan Smit, lijsttrekker van D66, was in zijn nopjes met de 5 zetels. D66 is net zoals in vele andere grote steden nu ook hier de grootste. En dat vind ik een topresultaat. En na een prachtige campagne, ik ben er blij mee. Ja, ik wou zeggen, je bent een beetje ingetogen, maar je had natuurlijk misschien wel gehoopt, maar dat het echt gebeurt, ja, dat is toch wel, dat had je niet verwacht, denk ik. Of wel? We waren wel zo reëel dat die kans er wel in zat, maar tussen dromen en werkelijkheid. Heeft vaak je prognose goed gestaan, maar bij het eindje bij puntje bepaald kwam, dan viel het iets tegen vaak. Een van de dingen die we nu ook, denk ik, wellicht bij ons minder... Ja, wat een beetje lastig is natuurlijk, is de opkomst. Met iets van boven de 40%. D66 scoort doorgaans iets beter in de jongere doelgroep. Dus wellicht als de opkomst groter was geweest, hadden we nog ietsje beter gescoord. Maar ik vind het echt nog steeds geweldig. Ik wou zeggen, want je bent toch de grootste. Zeur je toch nergens meer over? Nee, ik zeur nergens over. Het is echt een fantastisch resultaat. Dat de kiezer verdeeld was, was te merken aan de uitslagen. Buiten D66 komen Rosmalens Belang, de VVD, Bosbelang en het CDA ook met 5 zetels in de raad. Sybrand Buma, landelijk fractievoorzitter van het CDA, was te spreken over de uitslag. 5 zetels voor het CDA, een goede overwinning? Ja, geweldige uitslag. De vorige keer 4 zetels, waarvan de vierde ook nog een restzetel. Nu 5 zetels, dat is echt geweldig. Hoe komt het dat we het CDA 5 zetels heeft in de Sertogenbos? Nou, ik heb gezien dat Huib van Olden, de wethouder, enorm eraan getrokken heeft. Als wethouder wat neer heeft gezet, maar ook een fantastische campagne heeft gevoerd. En ik hoorde hier het gejuich van de CDA'ers, dat is echt een topteam. En Buma was niet de enige landelijke corifee die aanwezig was in 's-Hertogenbosch. Het stadhuis waande zich even in het Binnenhof door de aanwezigheid van Alexander Pechtold en Emiel Roemer. De avond vordert nog, er komen nog zo'n kleine 10% bij. Dus ik hoop natuurlijk dat we er dan mooi tussenin gaan zitten. Maar het zijn hier wel hele spannende verkiezingen. We hebben eigenlijk alle partijen die een beetje tussen 3, 4 en 5 zetels zitten. Dus hij is wel een heel aparte verkiezingsuitslag. Grote verliezer van de verkiezingen was de nieuwe partij OPA van Adriana Hernandez. Zij is de komende 4 jaar niet vertegenwoordigd in de Bossen gemeenteraad. Een teleurstelling, maar ze geeft niet op. En nou ja, OPA, ik heb dat niet gehaald, maar geeft toch bijna 1000 mensen, 1000 ouderen die geen vertrouwen hebben in de huidige politiek. 1000 mensen die weten perfect dat volgende jaar een chaos wordt. En daar wil ik ze bedanken in ieder geval. En opa blijft, opa gaat gewoon door. En het maakt niet uit in welke gedeelte van de maatschappij wij zitten. Een andere nieuwkomer in de Bossen politiek is de Bossen Volkspartij van Nol Roos. Hij behaalde bij de verkiezingen 3 zetels, een tevreden resultaat. Ik denk dat wij met ons team van nul, van nieuweling, gewoon eigenlijk 3 deuren hebben opengetrapt en 3 stoelen gaan bezetten, 3 zetels, dat we het heel goed hebben gedaan. Ja. Ik ben echt tevreden, heel erg tevreden. Ja. Ja, want 3 zetels, dat betekent een stevige positie in de raad. Ja. Dus onze kiezers hebben gekozen, ze hebben het ons gegund, ze hebben ons het vertrouwen gegeven en dat gaan we nu waarmaken. Bossion was woensdagavond rechtstreeks via televisie, radio en internet aanwezig bij de uitslagenavond. De uitzending nog een keer terugkijken, dat kan via onze website www.bossion.com.